Dat moment dat je bij je eigen denkt. Zit ik soms in een Minecraft cave of zo? Waar zijn de diamonds? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben weer jullie enige echte Zeep. Goh, een heel weekend heb ik even stilgelegen. Daar ben ik meer blij om. Maar goed, ik ben er weer. In de vorige aflevering zijn wij Kuutje achteraan gegaan om naar deze grot hier toe te gaan. Om daar misschien... Hoi. Om een draak tegen te komen. Blijkbaar. Weet ik veel. Maar goed, daar kan ik even met jullie over praten, omdat het zo gigantisch druk was. Ik ben afgelopen zaterdag door Gregory Treimeister ben ik uitgenodigd geweest. Om dus... gezellig mee te gaan naar Tobo Party. En zoals ik al zei, dat was echt reuze gezellig. Dus daar ben ik hem echt heel erg dankbaar voor. Nou, die was makkelijk, die draak. Nou ja, buiten dat. Dus ja, een hele leuke party gehad. Echt, de organisatie was ook weer geweldig. Ik was weer blij om Mario te zien, zoals altijd. En hey, je hebt eindelijk gehad en ben je geleerd. Het keer tijd. Dus we hebben heel veel spelletjes ook gedaan. We hebben gezwommen, we hebben watergames gedaan. We hebben gevolleybald. We hebben zelfs nog het oude klassieke spel Lummelen gedaan. En dit gisteren werd ik nogal eigenlijk wakker met enorm veel spierpijn overal. Ik moet die eigenlijk toch aan een ander geven. Dus dan moet jij het maar heel eventjes doen te houden met de Power Vest. Alles gaat wel een beetje omlaag, maar ik kan er niks aan doen, want ik wil eventjes kijken of iemand anders half MP kan leren. Volgens mij kan namelijk jij dat ook leren. Dus dan gaan we dat gelijk doen. Ifrit, heb je bijna geleerd, die hebben we nog niet gebruikt, dus die zullen we daar ook zeker maar een keer gaan gebruiken. Will Whisker, Kyuraga, werd een keer tijd. Mooi. Dat is de equipment die we dus zeg maar doen. Maar ja, dit kistje is al wel iets waardevols. Een elixir. Echt, dat beest voor een elixir. Kunnen we hier nou nog iets vinden? Echt helemaal niks. Maar goed. Tomo Party was dus enorm leuk. Er komt binnenkort een update video over de twee evenementen die ik heb in... eigenlijk drie evenementen die ik heb in oktober. Dus gaat allemaal wel goed komen. Nee, ik wil niet 7 klonnen tent gebruiken. Even kijken, verder buiten de updates om, ja, ik ben alvast een beetje bezig zeg maar met de hardcore serie, omdat we zijn al behoorlijk ver in dit spel. Dus we zijn al ruim over de helft, dat zeker. Dus laten we nou maar een beetje verder gaan focussen op het game. Waarom ook niet? Dus, zijn we hier al geweest? Ja, want dat is die moeder maar net kwamen. Hé? Wat is dit dan? Ben ik hier al geweest? Blijkbaar. Wat zit hier? Ja, hier zijn we ook al geweest. Dan gaan we hier weer verder. Volgens mij kunnen we ook nog eventjes de andere kant hier eventjes gaan exploren. Want de vorige keer was ik echt in desperate need of een, voor een safe plek. En over safe plek gesproken. Mulan, we hebben een Mognet voor jou. Van Mogrika, ja. Even kijken. De machinefunctie moet goed werken. Ik weet hoe het heeft gevoeld. Ik heb mezelf ook, maar het is een geweldig ding. Ik weet niet waar ze het over hebben. Dus daarom heb je bijna geen mail gekregen. Jij wil een brief naar Mogtaka. Is dat niet die Mog aan de andere kant? Ik weet niet. Nou ja, laten we eens even kijken wat we hier kunnen vinden. Dat is ook een soort van ondergronds huis. En random encounters, natuurlijk. Nou, volgens mij hebben we nou alle beesten al een beetje gezien. Dus ik doe dit heel eventjes vooruit kippen. Wow, hij raakt een keer. Wauw. Dat mocht ook wel eens een keer, zegt hij. Hij heeft lang geduurd. Wauw. Oké, hij heeft auto-regen geleerd. Je hebt Ifrit geleerd. Daar zijn we heel erg blij om. Dan kunnen we jou weer een andere accessory geven. Ik heb Ifrit nog niet kunnen gebruiken. Maar ja, dat is een vuuraanval tegen vuurbeesten. Lijkt me niet echt zo erg handig. En over abilities gesproken. Ik zie dat de touwen nogal heel erg veel heeft openstaan. Dus, even kijken, je hebt auto-life. Ja, jij kan ook volgens mij return HP. Maar... half MP, kost 11. Ja, ik denk niet dat je autolife op het moment nog even nodig hebt. Dus laten we het heel eventjes zo doen. Love map is heel erg belangrijk. Antibody.
body temp vind je hier nou eigenlijk ook best wel belangrijk. Goed, nou, eventjes naar die equipment van Zelda toe, want echt serieus, want we... Atomos, ja, dat moeten we inderdaad ook nog leren, terwijl ik die bijna nooit gebruik. Dus daar, auto float, auto haste, auto reflect, boost. Nou, laten we eens eventjes alle summons eventjes out of the way hebben. Het zijn niet echt alle summons, om heel eerlijk te wezen. Je kan nog ook een ability even equippen. Even kijken. Zo heb jij veel geëquipt. Je hebt echt veel geëquipt, zeg zo, hé. Ja, daar hebben we weinig aan. Goed, ik ga even verder exploren. Waarom ook niet? Dus ja, ik vraag me eigenlijk af trouwens wat hier nou eigenlijk de bedoeling van is. Van ja, we zijn nog steeds in een reddingsmissie van Shawnee. Dus laten we Shawnee maar proberen zo snel mogelijk te redden. En deze random encounter maar gewoon zo snel mogelijk voorbij te gaan. Oké, tijd voor Zeepie om even reflect te leren. Ik bedoel serieus, autoreflect, waarom ook niet? Die kunnen we nou net zo goed leren. Oké, wat brengt dit naar boven ons naartoe dan? Want hier zijn we volgens mij nog niet geweest. Wat ligt hier? De Gaia Gear. Daar hebben we er ondertussen al 86 van. Jeetje. Heel die omweg voor een stukje equipment die we eigenlijk niet nodig hebben gehad. Nou ja. Ja, ja. We weten het dan wel. Die level die moet 3 keer. Echt, wordt hier zo vaak verteld. Zou die er anders mensen zorgen? Oh, hoi. Nou ja. Weer een draak. Nou ja, blijkbaar is dit... Dit is geen random encounter. Dit is gewoon een event dat gewoon in één keer gebeurt. Maar die draak hebben we eigenlijk al verslagen. Maar god, we moeten hem dan nog een keer verslagen. Het zijn er 2! Nou, weet je wat? Misschien kunnen we dan eindelijk een keertje Ifrit gebruiken. Dus die summoning hebben we namelijk nog niet gezien. Dus laten we gelijk al eventjes beginnen met even wat aan te vallen. Zo. Jij doet ook even een summon. Even kijken, Ifrit. Aerial Slash, dat moet jij weten. Maar als we dus bij de touwen gaan kijken, dan zien we dus zeg maar dat alles nou in één keer een stuk goedkoper is geworden. Voor het gebruik van magiepunten. Dit heeft dus te maken met half MP. Alle magische spreuken die we dus nou doen met de Tauler, die worden dus gehalveerd. En oeh, hij doet veel wind. Hij doet heel erg veel wind. Nou ja, de Tauler heeft equipment, zeg maar. Oeh, Return Magic. Ik hou ervan. Doet ook nog een decent aan. Doet ook nog decent schade. Daar ben ik wel blij om. Flames of Hell. Dat klinkt leuk. Hey, de wall flash oproepen of zoiets. Hij lacht even naar de camera van... Nou, dat deed niet zoveel, maar waarschijnlijk zijn ze ook een beetje weer resistant tegen vuur, dus... Ja, ik denk dat ik beter Amour altijd wat kunnen gebruiken. Want normaal gesproken, luchtvijanden die zijn dus zeg maar heel erg zwak tegen... Die zijn heel erg zwak tegen windaanvallen. En aangezien dat wij niet echt een decent windaanval hebben, we hebben wel een holy, maar ja, die heeft Shawnee helaas, dus... En die hebben we nou niet, want Shawnee is ontvoerd. Maar ja, we krijgen wel een enorme lading van experience. Ik bedoel, serieus, Zeepie die zit al op level 45. 46, mijn excuses. En we krijgen ook heel veel geld ervoor, dus... Het is alleen maar gunstig, het is alleen maar gunstig, het is alleen maar goed. Nou, mogen we alsjeblieft dan naar die well? Oh well, oh well. Begin nou met kerstliedjes, dat is al verschrikkelijk. Oh nee, we moeten eerst heel eventjes even kijken of die ene brief, of dat niet voor die Moogle is aan de andere kant. Dus dat wil ik eerst eventjes doen voordat ik daar naar beneden toe ga, want geloof me, hier kom je niet meer terug. Dus nogmaals, zorg echt voor dat je die staf hebt gekocht. Als je die staf niet hebt gekocht, dan heb je een probleem in. Dan kom je niet meer bij die staf en dan kun je dus nooit Faraga, Tundaga en Blizzaga leren. Wat nogal vervelend zou zijn. Goed, nou laten we heel eventjes kijken of dat deze Moogle hier nou was. Hallo Moogle. Mochtaka. Ja hoor. Artemisicon heeft een item op zichzelf gebruikt. Hij wou naar Mognol Centrum en een klachten indienen. Maar waar is het gelukkig? Waar is het? Ik weet het niet. Ik heb er ook nooit over nagedacht. Jij weet ook niet over Mognol Centrum. Oké, nou, we hebben in ieder geval weer de brieven bezorgd. Dat is alleen maar gunstig. Oké. Dus niemand weet waar Mognol Centrum is. Nou ja, ik weet het wel, maar dat is niet echt heel erg belangrijk. Maar goed. Als we naar beneden toe gaan... hoe zitten we? Ja, weet je wat? Doe jij eens even iedereen nog even healen. Pof. En dan geven we jou ook nog even een eatertje. Ik bedoel, we hebben nou Destiny bij ons, dus we hoeven ons niet echt bang... We hoeven ons niet echt zorgen te maken over MP. Taule, die kan osmose altijd gebruiken, komt hier in MP-nood. Dus ja, als we ze willen gebruiken, dan kunnen we ze gewoon gebruiken. Oké, dan willen we dus zeg maar hier gewoon rondlopen. En dan komt daar een draak.
Leuk. Nou, deze track is dus ook required om te perfecten, want anders kun je hier gewoon deze locatie niet verder. Ik weet niet hoe dat Koetje zichzelf heeft ingemetseld daar zo snel, maar heeft dat wel gedaan. Op een of andere manier weet ik hoe dat werkt. Goed. Dan begin ik gewoon eventjes met die aanval. Gewoon even gewoon normaal aanvallen. Jij gaat... Ja, ik kan wel proberen, Atomos. Nee, want ik doet het mij niks. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Ik bedoel, we hebben de twee Warriors die enorm veel schade doen. Dus ik laat Atomos gewoon zien. En ik hoop gewoon dat ze echt veel schade doen. Dat is een soort van demi-schade. En ik heb nooit eigenlijk begrepen hoe dat demi nou precies werkt. Dus, GeForce 199. Dat is dat ding wat Limblum heeft aangevallen. Dus hij kotst een soort van zwarte bal uit. En die zwarte bal die zuigt de vijanden op. Oh, de 1866 schade. Is de eerste keer dat ik het echt schade zie doen. Normaal gesproken staat er altijd mis. Maakt niet uit. Niet echt een aanval die ik vaak zou gebruiken. Ze allebei verslagen? Nee, eens pas. Oh. Die hebben we even secure aangehaald. We daar nog de kans voor hebben. Eén slag. Nee, het is afgelopen. Mooi. Kunnen we eindelijk verder in de grot, hè? Want ik heb het een beetje gehad met deze grot. Nou, voor de mensen die willen weten hoeveel locaties er nog zijn waar dat we naartoe moeten gaan. Fire aangeëscaleerd. Heel erg mooi. De locaties waar we nog naartoe moeten gaan is... We hebben sowieso deze grot. Dan hebben we een plek waar vier bazen liggen. Ieder gaat gelijk een baas verslaan, dus er hoeven we maar één baas te verslaan. Dan gaan we naar een hele nieuwe wereld toe. Daar ga je eigenlijk best wel snel doorheen. Zeepie, het is Shawnee. Koetje en de Black Mages zijn er ook. Shawnee. Ach, ze zullen wel weer die spreuk doen om de Edelions proberen te krijgen. Oh nee, niet weer. Jawel weer. Edelion van het eeuwige leven. Kom. Van je wachttijd af weet ik het allemaal nog meer. Dit is saaier, heb ik geen zin om dit nog een keer te doen. Dus jullie zien weer mijn rare dansje. La la la, want de tijd is gekomen. Oh, dit is zo vervelend, echt serieus. Wacht even, Zelda. Ja, praat gewoon. Ik weet het. We weten allemaal hoe je je voelt. Kom op, laten we het doen. Koetje staat er ook. Zelda vandaag nog, hè? Kom op. Je bent je stem misschien wel kwijt, maar niet je loopkracht. Schiet op! Dat was raar. Raar dat was. We hebben weer gefaald. Heb jij soms een fout gemaakt? Fout gemaakt? Heb ik niet gedaan. Jou, jij hebt de fout gemaakt. Ik maak geen fouten. Spreek je de waarheid? Natuurlijk spreek ik de waarheid. Willen jullie twee alsjeblieft gewoon je kop houden? Maar het is zijn fout. Hij is degene die het fout heeft gedaan. Ik zei, hou je kop. Ik wil geen excuses meer horen. Ik voel heel veel kracht van haar. Dus ga gewoon door met de extraction. Ja, maar als we doorgaan, dan kunnen we namelijk haar leven in gevaar brengen. Alleen als ze 16 is, kunnen de Edelions eruit komen. Jullie twee snappen het gewoon niet, wel. Ik heb één Edelion nodig die sterker is dan Alexander. Een Edelion met de kracht om Garland te begraven. Zijn krachten zijn zo ongelooflijk. Ik kan nog niet eens dichtbij komen. Ik moet hem verslaan voordat Terra's plan geactiveerd wordt en mijn ziel niet langer meer van mij is. Wat maakt het uit of ze leeft? Ik wil die Edelion. Oftewel, hij is knettergek. Uh-oh. Kupo! Kupo! Waar komt die nou weer vandaan? Je zei, jij, ga uit de weg. Spreek je er op mijn toetsenbord onder. Meester! Kupo. Ja. Dier, Moogle, zit ons te storen tijdens het proces.
We weten niet wat we moeten doen, maar misschien heeft dat wel de failure veroorzaakt. Maak dat ding af, we hebben geen tijd meer. Kipo! Mok! Nee, Mok! Verschuil je achter mij! Mok, wat is er? Shawnee, dankjewel voor alles. Mok, wat zeg je nou? Maak je geen zorgen, Kipo. Ik zal altijd bij je zijn, Kipo. Mok! Deze kant op! Wow! Mok! We willen jou doodmaken! En blijkbaar krijgen we dus zeg maar een battle. Nou, deze battle die lijkt dat het dus zeg maar heel erg gevaarlijk gaat worden, valt gelukkig mee. Deze battle is eigenlijk full automatic. Dus deze is voor de lols. Shawnee, use Terra Homing. Oké. Automatisch wordt er dus zeg maar een summon gebruikt. Kost geen magie, deze is dus free of charge. Ik zal even de balkje weghalen door het vierkantje te drukken en geniet ervan. Wow. Zo, 8000 van een summon. Nou ja, deze die is altijd gebufft omdat ja, ze moeten zeg maar geen one-hit KO hebben. Dus, maar goed. Ik wilde bij jouw zijt zijn, Shawnee. Dus, ik ben Mok geworden. Maak je geen zorgen. Ik zal altijd over jou waken, Kipo. Oftewel, Mok was dus een summon. Wow. Shawnee, ben je in orde? Ik ben oké, maak je geen zorgen. Mok heeft me gered. Ik wist niet dat Mok ook een edeljong was. Hij heeft altijd over me gewaakt, vermomd als een moegel. Zelfs dat ik dacht dat ze zwak was. Ze heeft haar best gedaan om me te beschermen. Dus dat is er gebeurd. Mok's ribben! Het was een linkje voor degene die niet weet wat een ribben is. Mok! Het is oké, Shawnee. Mok zal altijd over je waken. Ja, je hebt gelijk. Hoe kan dat die... Is die moogle net in een trance gegaan? Kuja! Dus, een eruptie van boosheid van iemand die in gevaar is, kan dus een complete trance veroorzaken. Het is niet dus om te willen leven, maar het is dus de verlangen om iemand anders te beschermen. Serieus, ik word echt gek van jou, hallo! Dat betekent, ik heb alleen maar een sterke ziel nodig, ook al is die ziel niet van mij. Nee, wacht. En het kan hier gevonden worden. Kuja, waar ben je van plan? Ik ben klaar met jullie. Wacht 1 minuut. Touwelijk, kijk uit. Maak je geen zorgen. Ik hoor dat deze tweeling een hele goede show hebben gegeven. Maar natuurlijk zijn ze nog niet eens een tweeling. Wacht! En wat met de Black Mages? Nee, Touwelijk, het is te gevaarlijk. Wow. What? Zeepie, er is iets mis. Ik dacht dat we ze verslagen hadden. Twin Rover? Dames en heren, jongens en meisjes, het is tijd voor een boss battle. Nou, zoals alle boss battles, dit keer is de Touwelen weggegaan. Dus krijgen we automatisch Shawnee voor in de Touwelen zijn plaats. Want de Touwelen die is verder gelopen.
En nou moeten we dus zeg maar dit beest verslaan. Het nadeel is, de summon die we net hebben gezien, die kunnen we niet nog een keer gebruiken, aangezien dat we dus zeg maar nog niks geëquipt hebben. Wat we willen doen is, we willen zoveel mogelijk stealen. En we willen zoveel mogelijk... Oh, Venom Power, daar ben ik niet blij om. Vaccine, hoeveel hebben we daarvan? Waar heb ik vaccines? Oh, dat is antidote die ik daarvoor nodig heb. Antidote. Oké. Ja, doe maar een karbonkel op jezelf. Ik bedoel, het is niet dat we ons eigen nou willen gaan healen, dus... Nou ja, Shawnee heeft een behoorlijke klap gekregen. En Zelda, die kan niet concentreren, dus die kan maar geen antidote geven, waardoor dat ik langzaam een pijnlijke dood aan het sterven ben. Dankjewel, Zelda! Hoe moeilijk kan het zijn om even iemand een antidote te geven? Antidote. Ben ik weer voorbij, hè? Oh, nou komt dus die viral smoke waar ik dus iedereen voor wou waarschuwen. Dan heeft iedereen een virus. Dat wil dus zeggen dat niemand dan zeg maar een AP of iets kan krijgen. Oké, nou de antidote is eindelijk gegeven. Jij kan steel doen. Ik geloof dat Destiny nou ook live kon doen, maar dat weet ik dus niet zeker. Maar we moeten ook iedereen nou die vaccine geven. Dus... Oké, nou we hebben een vaccine kunnen stelen. Dat is altijd wel handig. Vaccine, graag. Dank je. Jij doet wel eventjes... Revive op Shawnee. Jij doet weer steel. Kom op, één op... Goed zo, gereflecteerd. Daarom heb ik autoreflect even op iedereen aangezet. Ja, die summon even opgeroepen. Live wordt automatisch gedaan, dus wij kunnen weer een vaccine gebruiken. Die gebruiken we even op CP. Ben ik nou weer gepoisoned? Oh, we hebben de tweede die gepoisoned is. Hai. Ik heb echt even nou een Kiraga nodig dan. Ze nemen nou eigenlijk best wel veel schade. Plus ze hebben een haze, dus daarom nemen ze nou extra snel schade. Is de autoreflect weg? Zo te zien wel. You couldn't steal anything. Ja, dat is vervelend. De poison die is afgelopen bij de ene. Jij doet hem gewoon nog een keer aanvallen. Jij doet heel eventjes Cura. Jij doet steal. Ja, dit is eventjes heel even goed concentreren. Oké, die is mis. Daar zijn we alleen maar blij om. Dan hebben we nog één vaccine te moeten doen. Op Shawnee zelf. Oké, nou we hebben allemaal weer een beetje HP erbij gekregen. Zelda moet echt dadelijk zijn Kyora gaan doen. We hebben weer niks kunnen stelen. Dat is vervelend. Oké, iedereen is van het virus verlost. Nou, dat is alleen maar gunstig. Dat is alleen maar gunstig. Goed. Even kijken. Steel. Jij doet... Nee, niet jij. Jij maar even Fenrir of zo. Golden Hairpin. Kijk, daar zitten we op te wachten. En Zeepie is bijna in trance, zie ik weer. Swing balls. Jij doet even steel. Nou, dat deed niet zoveel, maar doet in ieder geval iets schade. Zeepie heeft echt heel veel schade opgelopen. Dus Kiraga is al heel erg veel healen ondertussen. Daar ben ik wel blij om. Nice. Nou, weer Venom Powder. Die kan je hem nou weer gebruiken. Destiny. Hij is mis. Mooi. Ja. Ik kan ook Holy doen. Holy. Even een idee. Gewoon een preemptive strike. Eerst steal, dan aanvallen. Oh, we hebben hem al. Oké, dat is ook goed. Gelukkig maar. Ik was eventjes bang dat het niet anders zo goed zou lopen, maar het is gelukkig wel goed gelopen. Goed. We krijgen dus zeg maar weer heel erg veel AP erbij. En dat zou je dus zeg maar altijd met de drie party members plus Shawnee dus zeg maar krijgen. Dus is heel vervelend voor de touwlap, maar ja, had het maar niet op het laatste moment weg moeten gaan. Touwler, waar is Kucha? Is hij gevlucht? Touwler? Iedereen wist dat hij aan het liegen was. Maar ze hebben hem nog steeds gevolgd. Hij zei dat onze levenstijd niet groter kon worden. En dat we sukkels waren om hem te geloven. Wat? Heeft Kutje dat gezegd? Het spijt me zo erg. Voor alles wat ik gedaan heb. Jullie hoeven hier geen zorgen over te maken. Jullie hoeven nog niet eens excuses aan te bieden. We zijn anderen. Ze zijn... Die zijn allemaal heel erg geschokt om het te horen. En ze zitten gewoon allemaal stil daar. Zeepie, wat moet ik ze vertellen? Touwler. Hey, Touwler, waar ga je naartoe?
Alles wat ik kan doen, is gewoon met hem mee te zitten. Oh, touwler. Die vuilak, wanneer ik mijn handen aan hem krijg, ik slom hem. Sorry, maar is er iemand daar? Hoi? Wie ben jij misschien? En waar is die Kuja? Is die weg? Ja, hij is gevlucht, mevrouw. Wat? Heb je hem weggejaagd? Ik weet niet wie je bent, maar, heel erg bedankt daarvoor. Is dit misschien Prinses Scarlet? Maar, daar ben je! Oh, hoe lang is het geleden? Ik heb uw hoogheid al voor geen eeuwen meer gezien. Kijk hoeveel dat je gegroeid bent. Dus, wat heeft je naar deze verschrikkelijke plek gebracht? Wie is deze vrouw? Wat is een vriend van jou hier aan het doen eigenlijk? Of iets in die trend? Oh. Dan ben ik jouw stem er eventjes kwijt. Oh, mijn lieve schat. Hilda, ik heb je eindelijk gevonden. Nee, dat is niet jouw stem. Ik ben zo blij dat je... Ja, nou heb ik hem weer gevonden. Eindelijk, zeg. Het is af en toe even moeilijk om weer terug naar de stem te komen, beste kerel. Maar, goed. Ik kan me niet herinneren dat ik met een kikker getrouwd ben. Het is mij, Sid. Drommels. De snoer uit slappen. Die belachelijke jongen. Oké, sorry. Ik ga weer te veel naar Petke tijd toe. Maar dat maakt niet uit. Och, natuurlijk. Die snor. Je bent het echt. Helder, alsjeblieft, mijn lieve schat. Kom terug naar het kasteel. En alsjeblieft... herstel me dan hoe dat krijg ik eruit te zien. Het spijt me zeer, mijn lieve schat. Maar ik heb je favoriete luchtschip gegeven aan een man genaamd Kuja. Dat maakt niet uit, maar zag ik mij op zijn rustje, zag ik over. Als jij maar in orde bent. Oh, mijn kleine lieve kikkerwiggy. Dus, jij kent Kuja? Ik ga hem betaald zetten. Alsjeblieft, vertel alles wat je weet. Oké dan, mijn schat. Ik zal je vertellen alles wanneer dat we in Limblum zijn. Kun je even toch niet aangeraakt of wel soms? Nou, dat doen we in de volgende aflevering. Dames en heren, jongens en meisjes, dank jullie wel zo voor het kijken naar deze aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. In de volgende aflevering gaan we dus meer te weten komen over Kuja. En waarom dat hij zo vaak in zijn broek zit te poepen tot als wij er dichtbij hem zijn. Dan zorg ik er altijd dat hij wegrent. En waarom weet ik niet. Hij is bang voor een Garland, maar wij zijn niet meer belangrijk genoeg voor hem terwijl wij in PSNR komen. Ik weet niet precies hoe dat gaat lopen. Maar heb je dus vragen over een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achterin als je daar tijd voor hebt. Nogmaals sorry voor geen uploads in het weekend, maar ik ga proberen zoveel mogelijk video's te kunnen uploaden. En mocht ik in het weekend het een beetje te vol of te druk zitten, al bij voorbaat mijn excuses daarvoor. Dus dank jullie wel voor het kijken en ik hoop jullie morgen allemaal te zien met de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei!